dat je zo. Nou, vergeet het maar gauw. Je hebt een paar dagen vrij. Melanie, geen woord. Hè? Een ongelukje, niks aan de hand. Naar het ziekenhuis. Oh. Nee. Moet jij niet ontbijten? Ik heb geen... Hé, Eugene, kom eens hier. Je komt om 4 uur 's nachts van weet ik wat waar. Ziet eruit als een geest. Je eet niet, je slaapt niet en dan ga je zo naar school. Als je daar al heen gaat. Ja, waar moet ik anders heen? Hé. Waar ben je nou toch allemaal mee bezig? Niks, laat me met rust. Hoi. Is er wat? Eugene. Ze is zo... Ik maak me zorgen om haar. Hoeft niet. Ze zit goed in elkaar. Ik weet gewoon niet hoe ik haar aan moet pakken, dat is het. Maar je doet alles voor haar. Je bent er altijd en je houdt van haar. Wat moet je nog meer doen? Ik weet niet. Heb je nog iets van zuurbier gehoord? Zuurbier die doet geen mond open, zolang Skiller zijn dochtertje heeft. Weer een onschuldig slachtoffer. Nog geen 4 jaar oud. Hey, zolang hij zijn mond houdt, zal er met dat kind niks gebeuren. Trouwens, de moeder is erbij. Ik denk zelfs dat ze vrijwillig is meegegaan. Dat lijkt me sterk. Kijk, iemand die vrijwillig meegaat is altijd gemakkelijker. Skill hoeft alleen maar te zeggen dat Stef zijn maten heeft verraden en dat hij nu wraak wil nemen door zijn kind te vermoorden. Dus wat zeggen ze tegen die vrouw? We brengen u naar een veilige plek. Wat zou jij doen? Trouwens, ik denk dat we die bankman hebben. Die man die heet Louis Gerlach. Hij is chef buitenlandse relaties bij de BCI. Een handelsbank. Het is een papieren spoor. Maar zonder medewerking van die bank kunnen we weinig beginnen. Nee, maar kan dit toch niet op eigen houtje, zonder Bilderdijk? Ja, maar we moeten wel voorzichtig zijn. SPCI, dat betekent toch... Dat iemand anders geïnteresseerd is in jouw rapport. Wat is het? Dat hoertje. Ik kan daar nog belang bij hebben. Wat vertellen ze je nooit? Ja, Michael Soethout. Zeg, ik maak net een rapport op en ik krijg een zoekcode op.
Ja, ja, bedankt. Mag ik misschien nog even weten waar het naartoe gaat? Het is vertrouwelijk. Dank u wel. Dat zeg ik toch. Kijk, dat hele gedoe met die checks is illegaal. Nou, zo ook nog eens een keer illegaal in bankcomputers gaan zitten. Lijkt me niet zo verstandig. Met machtiging is toch ook link? Het is een hele kleine bank. De directie zegt oké, je krijgt een dossier en je mag in een computer. Gerlach, die merkt niks. Ik heb via de CAI een programma dat aanslaat op trefwoorden in politierapporten. Een ervan is de seksclub van Kees Groenendal. Aangifte mishandeling, ja? Aangifte ingetrokken. Wat doet ze dan in een ziekenhuis? Je bedoelt, mijn rapport gaat deze computer in, dan helemaal naar Zoetermeer en dan hier terug naar boven. Waarom? Ja, zo gaan die dingen nou eenmaal. Het is een supergeheime dienst. We zouden je ook een handje kunnen helpen. Ja, ze wisten waar je achteraan zat. Of is het een supergeheime undercover prostituee? Ik wil alleen maar weten waarom dat meisje een aanklacht indient en hem dan weer intrekt. Je kan geen rapport lezen, hè? Een ander hoertje doet de aanklacht, zij trekt hem weer in. Waarom ligt ze dan in het ziekenhuis? Van de trap gevallen, nou goed. Bedankt. Ja? Spijt me, ik heb niks voor je. Chiffon bedoel je? Halve nacht op zoek geweest. Toen Paul erin zat, waren er alleen die 12 leden. De enige die er ook nog van wist, was Theo de Hoog. Een redacteur van de universiteitskrant. Er was ook nog een student die er graag bij wou horen. Maar die kan het niet zijn. Waarom niet? Volgens mij wist hij niets van Chiffon. Hij was er ook uit een maand, ging naar een andere universiteit. Zo'n snelle jongen. Erg met zichzelf ingenomen. Gerrit of zo. Gerrit wie? Ja, dat weet ik echt niet. Degene die dat zou kunnen weten is Gemma, een van de meisjes. Gemma Verstraeten, de balieadvocaat? Ja, ik geef je meer kans met Theo de Hoog dat hij het aan iemand heeft verteld. Hij werkt bij Elsevier. Ja, Theo zelf kan het niet zijn. Aan de andere kant... Ik denk soms, ik weet geen moer van mensen. Ah, goedemorgen. Wij zijn van de politie. We willen graag weten wat er precies gebeurd is. De politie is al geweest. We zijn van een andere afdeling. Ik ben Joyce, ik woon met de Samen en ik heb de politie gebeld. Ze zijn voor niets gekomen. Jullie komen nu ook voor niets. Ik ben van de trap gevallen. Geen aangifte doen. Jij wou dat wel. Ze verdient daar goed. Als haar baas hoort dat ze naar de politie gaat, dan zit ze morgen achter het raam. Ik heb in die club gewerkt, ik weet alles van. Is dat die Kees Groenendal? En zijn vriendjes? Wat voor vriendjes? Er zit zelfs een advocaat bij. Gerard? Hij noemt zich Terry. Ze gebruiken allemaal andere namen. Corrie heette Melanie. Hoe weet je dan dat hij Gerard heet? Waarom denk je dat ik niet meer in die club werk? Ik ben te nieuwsgierig. Waar ga je heen? Nee, even kijken. Dan maak het haar niet te lastig. Die Gerard, hè? Komt die dan wel vaker? We schrijven niets op. Doe geen aangifte en je hoort er nooit meer wat van. Dan zijn we klaar.
Je kan ons helpen. Die advocaat, Gerard. We zitten achter hem aan voor andere dingen. We komen niet in de buurt van de club. Je baas zal het nooit weten. Wat heb je daaraan? Het kan ons helpen om een beetje een beeld van die man te krijgen. Niemand wil met hem naar boven. Ik ben nieuw, ik weet van niks. Sturen ze mij erop af. Ik dacht nog, dat is aardig van ze. Hij ziet er chic uit. Misschien laat hij nog een extraatje achter. Shit. Die man die doet wat hij wil. Hij is mede-eigenaar van de club of zo. Ja, bedoel je dat hij vaker meisjes het ziekenhuis inslaat? Hij is ruw. En hoe komt dit nou? Ik weet niet. Soms hebben ze haast. Je zegt wat, je maakt een grap. Hé, ik ben je vrouw niet. Het ging niet ineens door de lint. Omdat ik het over zijn vrouw had. Ik wil het net zo lief vergeten. Die Gerard, die heeft toch een achternaam? Nou, kom mee. Hoorde van je buren dat je in het ziekenhuis lag. Ik zeg wat, Corrie in het ziekenhuis. Ik ben van de trap gevallen. Ik hoop dat ze goed voor je zorgen. En wie is deze dame? Ik ben van maatschappelijk werk. Oh. Zo te zien heb je meer aan een goede dokter, of niet? Met uw vriend van haar? Is daar wat op tegen? Weet deze meneer waar je werkt? Wij komen meestal even kijken als er ongelukken gebeuren met meisjes in de clubs. Mm-hmm. Corrie blijft volhouden dat ze van de trap is gevallen bij haar thuis. Daar zal Corrie toch niet om liegen? Als u een vriend van haar bent, dan kunt u haar misschien aan het verstand brengen dat het beter is om aangifte te doen als er iets anders is gebeurd. Dat is in haar belang en in het belang van alle andere vrouwen in het vak. Nou. Ik heb niks gezegd. Tuurlijk niet. Oh, hallo. Gemma Verstraeten. Adrien. 3 jaar geleden stonden wij tegenover elkaar in de Tegelmanzaak. Oh ja, dat is waar ook, ja. Het spijt me van Paul. Ik wist dat hij in het ziekenhuis lag. Ik had van mijn moeder laten horen. En toen hij begraven werd, zat ik in het buitenland. Hoe is het nou met je? Jij hebt toch met hem in hetzelfde dispuut gezeten? Epicurus. Ja. Wil je koffie? Nee, dank je. Ik was ook bij zijn promotie. Ik was 1 van de 100 mensen die het zagen gebeuren. Ja, ik was jaloers op jou. Een beetje. Ik heb veel aan je gedachten, kleef met je mee. Ik kan me niet begrijpen dat dingen die zo prachtig beginnen dan ineens zo afschuwelijk moeten aflopen. Maar daar kwam je niet voor. Ik ben op zoek naar een student die een tijdje bij Epicurus heeft gezeten. Een of andere Gerrit. Heeft het iets met justitie te maken? Misschien. Dat zijn van die herinneringen die je maar liever vergeet. Ja, ik wist nergens van. Hoe oud was ik? 20, amper.
En toen ging ik dit werk doen en dan leer je de dingen wat beter te plaatsen. Niet begrijpen, wel plaatsen. Ja, zo'n vlotte buitenkant zoals kerels die kunnen hebben. Hè? En dan van binnen blijkt dat ze zo rigide zijn als de pest. Maar daar kwam ik natuurlijk later pas achter. Ik zou je graag willen helpen. Maar ik zou het liever hebben over de inflatie bijvoorbeeld. Of desnoods over het Koninklijk Huis. Maar ik hoef alleen maar zijn naam. En als het kan zijn adres. Gerrit wie? Niet Gerrit. Gerard. Gerard Ruisdaal. Hij heeft een privépraktijk. Godzijdank zie ik hem nooit aan de balie. Hij is juridisch adviseur voor bedrijven. Daar zit het geld. Sorry, ik ben er een beetje doorheen. Shit, een beetje groen ook niet. Is het handel of voor jezelf? Eigen gebruik. Ja. Yeah. Hey, wacht eens, ik heb nog wat. Het is voor meisjes, voor de boter geil van. Je hebt toch een vriendinnetje, hoe heet ze, die kleine donkere? Josien. Schatje, toch? Ja, hier, geef dit maar aan me. Ik heb iets voor je. Wat is het dan? Het gaat heel bijzonder te zijn. Hé, hey, ik ga even naar Tim. Kutfeest. Ik baal als een stekker. Zeker omdat Roland thuis met die griep loopt te dansen. Heb jij niet iets bij je? Nee. En Thomas? Heb je echt niets bij je? Hier. Wat is het? Ik weet niet. Een Thomas-schot. Het schijnt nogal bijzonder te zijn. Je bent een schat. Is dit voor flauwekul? Stap in. Kom mee. Jij begint paranoïde te worden, weet je dat? Wat is dit? We lopen op dun ijs. We houden onze hoofden omlaag, proberen het uit te zitten en jij vraagt, wat is dit? Eén woord van zuurbier en ze komen achter jou en mij aan. Zuurbier is wel wijzer. Oh, je weet toch verdomme dat ze Kees Groenendaal in de gaten houden. Dat is die hele club van hem. Heeft hij ergens over geklaagd? Hij is zo verstandig geweest om dat meisje te checken. Ach, dat kind kent mijn naam niet eens. Ze ligt in het ziekenhuis. Hij zoekt erop. Er zit een vrouw naast haar bed. Hij herkent hem meteen.
En dat alleen maar omdat ik na het debacle met Hermes erop heb gestaan dat alle executives een complete lijst van de unit kregen met foto's. Inspecteur Rebecca de Leeuw. Groenendal ligt Garon in. Dat is wat er van hem wordt verwacht. Laat Garon dan ook maar doen wat er van hem wordt verwacht. Je bedoelt, Melanie krijgt een verkeerd infuus? Nee, kalm aan, hè. Ze weet niet wie ik ben. Nou, ik blijf er wel een tijdje uit de buurt. Is dit alles? Ik weet niet hoe ik je dit moet uitleggen. Je bent een vriend van me. We hebben samen Skilla groot gemaakt. En ik weet niet wat er nu bezig is verkeerd te lopen. Met mij? Bedoel je? Zonder mij was jij een makelaartje met hooguit een ton per jaar en een maag sfeer. We kunnen twee dingen doen. Of we kappen met Skilla of we gebruiken ons gezonde verstand. We kunnen niet kappen met Skilla. Gerlach kan beginnen die rekeningen te sluiten. Alles over te maken naar Nassau. Idioot. Zitten ze bij Ruisdaal? Ja. Ik wil ook wel een vuilnis roeren. Liever dan hier zitten. Kinky moet het huis zien. Het is een kantoor. Voor als ze per ongeluk toch nog toestemming krijgen om hem af te luisteren. Dan zou ik voorlopig maar niet op rekenen. Hey. Ik ga het er niet eens met Bilderdijk over hebben. Die Ruisdaal is nota bene advocaat. En buiten dat, we hebben toch geen bewijzen tegen hem. Niemand gaat daar zijn vingers aan branden. We blijven overal vanaf. Geen telefoon, helemaal niks. Het spijt me. We gaan hem continu observeren. Hij staat bovenaan de lijst. We moeten iets doen. Kip heeft geen grijze poten. Dat is kwart of paarloen of zoiets. Dan eet die man niet gewoon kip, dat is ik. Hier, een rekening van de dokter voor mevrouw Ruisdaal. Jaarlijks uitstrijkje. Waarom verscheurt hij dat? Of zij? Dat bewaar je toch voor de verzekering? Dat zeg ik. Waarschijnlijk heeft zij hem verscheurd. Ze zwanger wil ze hem verrassen. Het is de hondencafé. Dat is eigenlijk ook voor niks ook. De man is niet gek. Die dealer van jullie loopt open en bloot drugs te verkopen op een schoolfeest. We hebben er genoeg van. Dat is fijn, als je maar van hem afblijft. Je bedoelt, wij krijgen hier de rotzooi en jullie zitten bovenop je gat? Bemoei je nou maar met je gestolen fietsen. En je dronken kroegtijgers. Ja, moment. Jullie... Dit is Michael, hij is bij die school. Ik geloof dat er gedonder is. Zet hem door naar Lovett. Ja. Ik ga niet open en bloot staan, zie je dat soort vermogen. Je weet toch geen enige. Zeg, wel, hoor eens. Je kunt echt niet recht. Het enige wat jullie nog eens maken, ik ben hier met die auto. Zet hem aan. Zeg me nou gewoon, wie hier er is en waar ik hem ga vinden. Kijk, zeg maar, die meisjes. Wij wachten zo, de jongens om. Dag mevrouw. De dames en heren worden hartelijk bedankt. Op dit ogenblik proberen ze in het ziekenhuis het leven te redden van een meisje dat spul heeft gebruikt van dat dealertje van jullie. Op een schoolfeest vannacht. Schoolfeest? Aha. Dat dealertje wat jullie alsmaar zo vakkundig bewaken. Vannacht kende het niet. Hij is verdwenen, meisje in het ziekenhuis en de politie steekt geen poot uit.
moest even kwijt. Maar wij gaan nou doen wat we meteen vanaf het begin hadden moeten doen. Speciale unit of niet? Welke school is het? Corderius. Dat is de school van Josien. Ik ga met je mee. Rebecca en Maat, ik ga alvast op Ruisdaal. We maken nog een rooster. Harry, kom. Zeg nou gewoon, wie die dieren is waar ik hem kan vinden voor deze ongelukkige. De dochter van mevrouw Rieding is meegenomen wegens dealen. Jezus. Ja, dames en heren. Fanny, vreselijk wat hier gebeurd is. We willen graag ons werk doen. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat het werkt. We zoeken vriendelijk om nu naar te gaan. Maar u vindt het eer. U vindt het vast niet zo erg als de moeder. Volg de eerste man. Nu ligt de enige dochter in het ziekenhuis. En we moeten ze die dan ook nog kwijt. Mevrouw Rieding, kan ik even spreken? Uw dochter is meegenomen naar het bureau. Weet u dat zeker? Ja, plus twee jongens. We hebben 6 verklaringen van andere leerlingen dat ze open en bloot op het schoolplein drugs verkopen. Josien deelt? Jij en die twee jongens kopen het toch van die dealer? Weet ik niks van. Oh, waarom hebben wij dan 6 verklaringen van andere scholieren? Dat zijn verraders, denk jij? Dat zijn geen verraders. Ze hebben alleen maar meer verantwoordelijkheidsgevoel dan jij. Meer fantasie. Denk jij dat ze jou alleen maar voor een tientje leuke avond willen bezorgen? Hè? Daar beginnen ze mee, ja. En dan stoppen ze de spul in, zodat je er niet meer vanaf kunt blijven. Dan word je vaste klant, tot en met de heroïne. Dat is zaken doen. Het zal een rotzorg zijn of jij met een cold turkey zit, of in het ziekenhuis, of op het kerkhof. Wat jij verkoopt is vergif. Ik heb nog nooit drugs verkocht. Ja, je vriendjes dan. Daarom ligt er nu een meisje in het ziekenhuis. Jij had er ook kunnen liggen. Hebben ze jouw maag wel eens leeggepompt? Zal ik je eens even uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Waar is die dealer? Judy, dat is telefoon. Het is dringend. Ik ben hier klaar. Neem er maar mee. Misschien kunt u wat verstandelijk optimmen. Josien, wat is er aan de hand? Ik dacht dat ik jou kon vertrouwen, Josien. Ik begrijp er niks van. Wat mankeert je? Ben je gek geworden? Ja, ik ben gek geworden. Nou goed. Mama, ga. Oh, wacht even. Bemoei je er niet mee? Zoek liever de moordenaar van mijn vader. Hé, hey, juffertje. Mag ik heel even alleen zijn met uw dochter? Je kunt toch wel... Zo. Ik wil jou niet voor schut zetten waar iedereen bij staat. Je bent een slachtoffer, net zoals de rest. Nee, verstom als de rest. Ik krijg net een telefoontje uit het ziekenhuis. Dat meisje ligt dood te gaan. Ze moeten nu weten wat ze geslikt heeft. Dat is je klasgenoot. Wat heeft ze geslikt? Ja, ik weet het niet. Laat me gaan. Josien. Ho, wacht eens even. Jij weet van je vriendin in het ziekenhuis. Ja, ik weet niet wat ze geslikt heeft. Dat meisje gaat dood. En jij bent alleen maar met jezelf bezig. Ik wist niet dat je zo egocentrisch was. De enige die het weet, dat is de dealer. Als we hem binnen een uur te pakken hebben, is het meisje misschien nog te redden. Josien, in godsnaam. Wie is die dealer? Ja, ik weet niet. De vader van Tim was naar me op zoek, op de feest. Tim wie? Hoe heet hij? Waar woont hij? Ja, hij was hier. Tim Donkers. Venk op pad 12. Kom. Ja, ik kan heus wel alleen naar huis. Laat me alsjeblieft met rust. Laat hem maar even. Ze heeft de hele wereld al op haar nek. Nu meneer Donkers, de vader van Tim. Wat zou dat? Politie, is Tim al thuis? Tim is op school. Nee, dat denk ik niet. Die was net nog op het politiebureau met een paar van die vriendjes van hem. Voor doorverkoop van drugs. Dan ben je wel goed bij je hoofd. Tim kijkt wel uit. Als ik dat zou weten, zou ik hem in elkaar trappen en een week op water en brood in de kelder flikkeren. Is dat waar de dealer zit? Hé, privéterrein hier, hè? En de opvoeding van mijn zoon kun je aan mij overlaten. En nou op sodemieteren. Niks op sodemieteren. Er ligt een meisje dood te gaan in een ziekenhuis. En die dealer is de enige die dat kan redden. Oké. Gaan we even kijken. Hé, nee. Nee.
Rustig. Ik heb hem met geen vinger aangeraakt. Nou, Ernie. Dat wij jou hier nog gezond aantreffen. Houd die gek. Houd die gek uit mijn buurt. Er is hier een sleutel voor. Wegwezen. Ligt een meisje dood te gaan in het ziekenhuis. Wat voor spul heb je ze daar op die school verkocht? Niks. Ik weet niet. Niks bij je? Nee! Oké. Gaan we weg, Harry. We hebben hem niet gezien. Vraag. Nee, wacht. Shit. Kees Groenendaal jou naar die school gestuurd. Wanneer? Je werkt toch voor hem? Ja, maar dat was niet voor hem. Voor wie dan? Skilla. Garon. Garon? Die heeft jou naar die school gestuurd. Waarom? Omdat hij me vermoord als ik het niet deed. Wat niet deed? Dat kind van Rieding. Ik wou hem niet in het ziekenhuis hebben, maar ze moest alleen maar een zwaarder spul. Ik neem jou mee. En jij gaat mij precies alles vertellen. Max, waar is Josien? Boven, denk ik. Wat is er aan de hand? Drugs, politie, vriendinnetje in het ziekenhuis. Joos? Joos? Weet jij waar Josien is? Weg op de Brommer. Waar naartoe? Ik weet niet, ze nam een tas mee. Tas? Ja, ze deed vreemd. Misschien is ze bij Thomas. Wat is er? Niks, liefje, niks. Hey. Thomas, weet je waar Josien is? Ik weet niet, ik heb haar niet meer gezien. Moet me niet voor de gek houden. Je was met haar op politiebureau. Ja, ik heb buiten op haar gewacht. En we hebben ruzie gemaakt. Waarover? Ze wilde het uitmaken. Ik heb aangeboden door haar naar huis te brengen, maar dat wilde ze niet. Hé, gaat naar huis. Of naar de club van Groenendaal. Geen zaken doen als zij jou het politiebureau in zien gaan. Wanneer zie jij die Garon? Ik weet niet. Hou me niet voor de gek!
Je zal ze vroeg of laat toch verslag moeten uitbrengen. Denk toch niet dat ik die gaar rond zomaar kan opbellen? Ik zou niet weten waar. Het gaat via Kees. Die speciale pillen, die komen toch van Garon? Bel Kees. Zeg dat je Garon moet spreken. Vandaag. Vanavond nog. Met Annie. Nee, niks. Ik moet die Garon spreken. Man, het is dringend. Over die meid. Ja, dat is goed. Ik moet over een uur terugbellen. Mooi. Je maakt een afspraak, je krijgt een microfoon om en je gaat er netjes heen. Wij doen de rest. Hij vermoordt me. Net op tijd, ze is gered. Hij dacht dat Josine Rieding dood lag te gaan. Die pil was voor haar bedoeld. We hebben hem in de tang. Als het mee zit, ziet die Garon vanavond nog. Zeg, we geven hem een microfoon en we pakken Garon. Nou, ik ga wat spullen voor hem halen. Hij kan hier douchen. Jullie kennen Garon niet? Nee, en dat ga jij voor ons veranderen. Of je gaat voor 25 jaar de bak in. Ik ben ook door de kat of de hond wordt gedood. Hoe is dat nou toch in godsnaam mogelijk? Het is een schuilflat, geen gevangenis met tralies voor de ramen. Nee. Op een haar na Garon, verdomme. Het was mijn beslissing om hem daarheen te brengen. Ja, dat is wel oké. Dat zou ik denk zelf ook gedaan hebben. Maakt niet zoveel uit. Als die jongen zich per se van kant wil maken, had hij dat toch wel gedaan voordat hij Garon zou ontmoeten. Gaan we dit Adrien uitleggen? Nee. Dat doen we niet. Want dan gebeurt er precies wat Skilla wil. Ze willen er pakken op het feit dat ze moeder is. Veel zorgen aan haar hoofd, zodat ze er werk niet mee kan doen. Als we er nu gaan vertellen dat die pil voor Josine bestemd was, dan jagen we er zo de zenuwen in. Dat is nou precies wat ze willen. Misschien doen ze nog een poging. Ja. Ik denk dat ze die school wel zullen mijden. We zeggen niks over die pil. Maar ik kan Adrienne wel vertellen dat we het nodig vinden om haar dochters in het oog te houden. Heeft zij zelf ook wat meer rust. Speciaal team eromheen. Iemand dichtbij. Misschien zelfs iemand in hun huis. Die Judy Zeeman, hier beneden, die is toch niet getrouwd? Woont hij alleen? Ja, ik geloof het wel. Zou Lobert leuk vinden? Ben. Ja, moment. Tatsma. Ja, ho, wacht even. Misschien is ze wel de... Ja. Ja, dat doen we. Josine is niet thuisgekomen. Kinky, alle politieposten, je hebt het signalement. Harry, naar die school. Vriendjes en vriendinnetjes. Laat die Thomas maar even met rust. Ze is in de war. Ze weet niet wat ze doet. We leggen alle stilte dat we haar gevonden hebben. Ik dacht, misschien is ze weer Saskia. Ja, het had gekund natuurlijk. Ja. Bedankt. Ze duikt wel weer op hoor. Dag. Misschien is ze bij de tweelingen van Spijk. Ik zal ze bellen, liever. Hé, je moet gaan slapen hoor. Je ziet er hartstikke moe uit. Kom maar eerst. Duart, heb jij nog iets gehoord? Nee, ik heb iedereen gebeld, echt. Ik ben zo bang dat ze iets wanhopigs doet. Josine Rieding, 16 jaar. Dat weet ik wel. Zodra iemand haar signaleert, laat het ons weten. Mensen kunnen langsturen. Jullie kennen die kaart dan? Ja. Ik wil het rechtstreeks horen. Zodra er een meisje van die leeftijd in een ziekenhuis... Ja. En zet maar een verzoek op al die computers. Dat kan vanuit jouw centrale. En?
Weet je, ik denk dat het Skilla niet kan zijn. Die doen die twee dingen door elkaar. Ze denken hoogstens dat Josien die pil heeft gehad. Van die dealer kunnen ze het niet weten. Zeker op het moment dat Josien verdween. Dat is volstrekt onlogisch. Ja, dat weet ik allemaal ook wel. En bovendien, ze is uit zichzelf weggegaan. Ze heeft zelfs nog een tas met kleren meegenomen. Nou, laten we maar proberen er zo snel mogelijk te vinden. Hi. Hallo. We zoeken Josien Rieding. Ze komt hier wel vaker met medescholieren. Ik heb haar niet gezien. Je kent hem. Ja, ze komt hier altijd met die Thomas de Groot, maar vandaag niet. Oké, bedankt. Sorry. Doeg. Misschien is ze ontvoerd. Nee, dat denk ik niet. Ze is uit zichzelf weggegaan. We vinden er heus wel. De hele unit is nader op zoek. Elke agent op straat kijkt nader uit. Ik had op de moeten letten. Doe het niet goed. Ik heb het gewoon laten glippen. Wat is er aan de hand? Ja. Ja, dat is in orde. Ik leg het er wel uit. Ja. Dankjewel. Ja, ik ook. Het is een pak van mijn hart. Ja, dag. Ze is terecht. En ze is bij Anke. Die kwam vannacht terug uit Parijs en vindt Josien slapend op de bank. Ze blijft daar vannacht. Waarom? Later maar even. Even een andere omgeving. Ze mist haar vader. Ze is in de war. Ik moet de unit inlichten. Probeer jij wat te slapen, ja? Verrassing! Nou, is dat nou? Kom. Oh nee, dat is niet waar. Ga je gang. Ik? Ja. Nou. Is prachtig. Is er iets? Je kent Josien toch? Ja. Vriendinnetje van haar, die hebben ze pillen gegeven met vergif erin. Ze was bijna dood. Maar die pillen waren voor Josien bedoeld. Ik heb hier gezegd, word nooit verliefd op een politieman.
Hé, hey. Jij zou hier toch nooit vertonen? Hé, hey, wat is dit? Ik kan niet blijven. Ik kom je alleen waarschuwen. Dat is niet nodig. Johan, ik hou ermee op. Ik weet niet wat je in mijn huis hebt, maar het moet eruit. En als ik jou was, dan zou ik er ook mee ophouden.